Dan even een korte reis door de tijd. Want hoe hebben de waterplanten zich nou eigenlijk ontwikkeld in de loop van, van onze geschiedenis? En hoe zijn wij als mens met die planten omgegaan? Het is een hele oude foto, of ja, heel oud, uit 1941. Maar die laat mooi zien het feit dat vroeger waterplanten eigenlijk ook geoogst werden. Ik heb ook krantenberichten gelezen uit volgens mij 1800 en 1700, waar gewoon in staat dat waterplanten zoals deze krabbescheer die hier wordt geoogst, gebruikt wordt voor bijvoorbeeld de aardappelteelt als meststof. Ja, er was natuurlijk nog geen kunstmest, dus om het land productiever te maken waren andere dingen nodig. Nou, daar werden die waterplanten gewoon voor geoogst. Ook is in de loop der tijd de oppervlaktewaterkwaliteit ja, toch wel wat verslechterd. Hè? Door de uitspoeling onder andere van overmatig mestgebruik zijn er een deel van de planten... Ik zal wat zachter praten. Zijn een deel van de planten ja, verdwenen eigenlijk. Want als je watervoedsel rijker wordt, gaat eigenlijk de concurrentiepositie van bijvoorbeeld algen omhoog. En dan krijg je dit soort plaatjes. Hè? Pas op, blauwalg. Je kan ook een sloot zien die, ja, die vol zit met kroos. Dus dit is eigenlijk een situatie die we de afgelopen 100, misschien nog wel iets meer jaren in heel veel van ons oppervlaktewater hebben gezien. Daarna is er eigenlijk door waterschappen en andere waterbeheerders heel hard gewerkt om de waterkwaliteit te herstellen. We zien nu ook op veel meer plekken eigenlijk weer helder water. Hè. Je kan op veel meer zwemplassen ook weer zwemmen. Die blauwe algenbloei die wordt op een aantal plekken toch minder. Maar wat we nu ook veel zien is eigenlijk dit soort plaatje. Deze foto heb ik gemaakt in een sloot bij ons in de buurt. En je ziet echt helder water, maar het is wel een monocultuur van in dit geval smalle waterpest. Het is een soort die relatief goed tegen verstoring kan. Dus die kan je goed heel vaak beheren, afmaaien. Dat vindt hij allemaal niet zo erg. En hij kan gewoon een relatief hoge voedselrijkdom groeien. Want de theorie is dat door het eigenlijk helder maken van, van het water. Maar tegelijkertijd, hè, door die jarenlange eutrofiering, die jarenlange input van voedingsstoffen, is de bodem nog steeds eigenlijk vrij voedselrijk. Eigenlijk heb je dan dus planten op potgrond, zo kan je het zien. Er is genoeg licht om te groeien, maar de bodem is rijk. Nou ja, dit kan dus leiden tot een monocultuur van zo'n soort die daar perfect aan is aangepast, zoals deze smalle waterpest. Een andere mogelijke oorzaak kan ook zijn dat doordat er heel lang eigenlijk nauwelijks onderwaterplanten hebben kunnen groeien, is dat de zaadbank ook uitgeput is. Hè, dus dat je eigenlijk heel lang moet wachten voordat er weer andere soorten terug kunnen komen. En als die ook uit de omgeving dan niet meer zijn, ja, misschien komen die dan wel niet meer vanzelf terug. Dus dit is nu een situatie die we op best wel veel plekken in Nederland zien. En ja, deze situatie geeft ook conflict met zeker menselijk gebruik van het water. Hè. Hier zie je een aantal foto's die ik heb gemaakt ook van tijdens mijn veldwerk. Nou, je ziet dat je met je bootje echt heel snel vast komt te zitten in een... Ja, in een massieve mat van waterplanten, van vaak één soort. Zeker als die helemaal tot aan het oppervlak zitten, ja, zit je gewoon, is het lastig om doorheen te varen. En met name voor dus de recreatie die ik al noemde, maar ook bijvoorbeeld waterdoorvoer hè, van sloten, om droge voeten te houden, wordt vaak gezet, kan overlast ontstaan. Daar wordt dus ook... Ja, zoals we van Nederland wel gewend zijn, denk ik, aardig beheer aangepleegd aan die waterplanten. En dit is eigenlijk te splitsen in twee soorten beheer. Je hebt beheer die de oorzaak aanpakt. Ja, dus dan zou het meer gericht zijn op het voedselarmer maken bijvoorbeeld van de bodem. Zou een optie kunnen zijn. Maar dit is vaak lastig en duur. Zeker als vanuit de omgeving gewoon de voedingsstoffen nog ingespoeld blijven. Dus wat we eigenlijk vaak zien is een soort symptoombestrijding. Dus dan pak je niet de oorzaak aan, maar je pakt eigenlijk het gevolg aan. Dus ja... Een aantal voorbeelden zal ik hierna even laten zien. Want eigenlijk is dat heel vergelijkbaar met op het land hoe het gebeurt. Hè? Onder water wordt ook gewoon gemaaid, wordt ook geschept, wordt ook geschoffeld, wordt ook gehakseld. Wordt zelfs met een hoge drukspuit, zoals hier rechts te zien is, af en toe de waterplanten eruit gespoten. Dus eigenlijk zijn dit een beetje vergelijkbare manieren met op het land. En die zorgen er allemaal voor, niet dat de oorzaak eigenlijk wordt aangepakt, maar wel dat het gevolg en dus de overlast beperkt wordt. Want je verwijdert gewoon een deel van de planten die er staat. Nou, we zien ook dat er steeds meer nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Hè? Bijvoorbeeld een daarvan die jullie waarschijnlijk wel vanuit het land kennen is gefaseerd beheer. Dus niet meer alles hoeft, hè, zoals in het linkerschetje hier, dit is een bovenaanzicht van een sloot. Niet meer alles hoeft constant helemaal kaal te zijn. Hè? Door ook deels overdimensionering, bijvoorbeeld de aanleg van een natuurvriendelijke oever, is er ook meer ruimte voor natuurlijke ontwikkelingen voor waterplanten. En kan je dus, hoef je maar een gedeelte te,
ja, te verwijderen, waardoor je toch een wat diversere watervegetatie kan krijgen. Ook zou je eraan kunnen denken, hè, om op deze manier het ruimtelijk scheiden van functies. Dus misschien mag een bepaalde water wel dichtgroeien, hè? Dat is ook helemaal niet erg. En als je dan deze hele gradiënt eigenlijk van misschien intensief beheer tot geen beheer op landschapsschaal hebt, creëer je daarmee ook een heel divers landschap. En op de plekken waar dan kansen liggen voor de natuur, daar kan je misschien wat meer voor de natuur doen. Op de plekken waar je juist recreatie wil, nou ja, daar moet je misschien wat meer maaien. Dus dat ruimtelijk scheiden van functies vind ik zelf wel een interessant concept. Ook worden er nog steeds nieuwe manieren ontwikkeld. En dat is ook nu in het EEMEER afgelopen jaar is daar een van die manieren getest. En daar wil ik het nu met jullie even over hebben. Dit is het EEMEER. En wat je eigenlijk ziet, is dat er is een hoofdvaargeul in het midden. Die is diep, daar vaart de beroepsvaart. En ten noorden daarvan is een recreatievaarroute aangelegd. Speciaal voor de zeilboot en voor de recreanten, dat ze niet tussen de beroepsvaart hoeven te varen. Die is ongeveer 2 meter diep. En daar is de afgelopen jaren steeds meer overlast ervaren door het doorgroeid fonteinkruid. In totaal hebben wij tijdens ons onderzoek ook 9 soorten onderwaterplanten gevonden, maar het doorgroeid fonteinkruid is nog steeds een van de meest dominante daar. Wat bleek is dat hier werd ook traditioneel eigenlijk de planten afgemaaid en afgevoerd. En dit werkte onvoldoende om de overlast te beperken. Dus eigenlijk in de proef wilde de coöperatie Gasvrije Randmeren onderzoeken of het intensief bewaren met grote visserskotters, zoals hier op de foto te zien is, de overlast van planten langduriger kan verminderen. Want ze zagen namelijk dat op plekken waar inderdaad met grote boten gevaren werd, dat daar die planten minder snel teruggroeiden. Dus we wilden eigenlijk testen of je dat ook kon gebruiken als een nieuwe beheermethode. Nou, de coöperatie Gasvrije Randmeren heeft ons opdracht gegeven om daar onderzoek naar te doen. En dit hebben we samen gedaan met onderzoekscentrum BIWER, Universiteit van Amsterdam en TechMaps. We hebben dit ook vergeleken met het beheer eigenlijk zoals het traditioneel plaatsvindt. Hè? Om ook te kijken, is het nou anders dan het maaien, zoals je hier met deze maaiboot ziet. Je ziet hier ook van die een soort heggenschaar, messen op de voorkant zitten. Die knipt eigenlijk onder water de planten af. Die verdwijnen dan in dat net daarachter en worden vervolgens op de wal gelost. Dit plaatje laat even de proefopzet zien. Het gele gearceerde vak is eigenlijk de locatie waar nog gewoon gemaaid werd, zoals normaal. Het rode vak is waar intensief bevaren is. En het groen gearceerde vak, dat is eigenlijk de locatie waar helemaal geen beheer plaatsvindt. Want ja, we moeten natuurlijk wel vergelijken met een plek waar geen beheer is. Anders kan je natuurlijk niet zien wat het effect van het beheer was. Dus vandaar dat we die ook hebben meegenomen. Waar hebben we dan naar gekeken? Nou, we hebben als eerste natuurlijk naar de waterplanten gekeken. Dit hebben we handmatig gedaan op de locaties van de cirkeltjes. Dus daar heb ik zelf met een boot onder water gekeken en bedekking en zo, soort samenstelling ingeschat, ook met de werphark. Daarnaast hebben we ook een test gedaan met sonarbeelden. Dat is natuurlijk een heel groot meer, dus om vlakdekkend iets te kunnen zeggen over de bedekking, ja, dat kan handmatig bijna niet. Dus hebben we een testje gedaan of dat met sonar goed zou kunnen, gewoon simpele vissonar eigenlijk. Daarnaast is ook voor het meer sprekende beeld een luchtfoto gemaakt van bovenaf. Om ook wat meer idee te krijgen van wat voor systeem het nou is, hebben we ook water- en bodemkwaliteit bepaald. En gekeken naar driehoeksmosselen en quaggamosselen. Want ook in het EEMEER zijn deze soorten eigenlijk heel talrijk. Het zijn officieel uitheemse soorten uit Ponto-Caspische gebied. Een zoetwatermossel, maar ze kunnen gigantisch veel filteren. Dus ze kunnen daarmee ook bijdragen aan helder water en goede waterkwaliteit. Dus vandaar dat we die ook even meegenomen hebben. Nou, de resultaten. Als eerste blijkt nog steeds dat het EEMEER zelf heel voedselrijk is. Daar kan ik nu gezien de tijd niet heel erg op ingaan. Wil je daar meer over weten, dan stuur mij gerust een mailtje of kijk even in de rapporten die hier onderaan als in de literatuurlijst staan. Wat ons eigenlijk wel een beetje zorgen baarde, is dat we zagen dat in juni de plantengroei sterk geremd werd. Wat een beetje gek is, een gekke situatie eigenlijk. Want normaal kan die monocultuur van doorgroeid fonteinkruid echt hoge bedekkingen halen. En hier op deze foto zie je eigenlijk de verticale stengel. Die is een beetje bruin en ook de bladeren zijn wat bruiner. Er zit gewoon een aanslag op. En die planten waren in juni gewoon in één keer gestopt met groeien. Gelukkig hebben ze in het EEMEER zich wel weer kunnen herstellen. Maar de plant zelf is niet verder gegroeid. Je ziet vanuit de knopen de horizontale witte stengels met het fris groene balblad. Ja, dat is eigenlijk, daar is hij weer opnieuw uitgelopen. En is gelukkig de groei weer gestart, ecologisch gezien dan. In Markerweer was het dit jaar zelfs nog erger. Daar zijn de planten vrijwel volledig verdwenen.
Dus dit is wel iets wat ons wel een beetje zorgen baart in de Randmeer en het Markmeergebied. Dit is een onderwaterbeeld dat we hebben gemaakt ook van de locatie waar toevallig net geen planten stonden. Maar hier zie je even blauw omlijst de levende mosselen. En je ziet ook de gele cirkeltjes is ook zoetwaterspons. Zit er ook, vond ik wel even leuk om te laten zien. Maar over die mosselen gesproken, zien we eigenlijk dat in juli de aantal mosselen eigenlijk al gehalveerd is ten opzichte van mei dit jaar. Dat is wel best wel veel. En we weten niet precies wat hier de oorzaak van is. Wat uit een rapport van Witvin en Bos ook blijkt, is dat sinds 2012 sowieso in het hele Eemmeer de mosselpopulatie gigantisch is afgenomen. Wat mogelijk een risico is, hè, wat ik ook al vertelde, omdat die mosselen mogelijk het water zuiveren. Dit is even het grafiekje. En hier zie je dus dat binnen een jaar, de oranje lijn is mei en de grijze lijn is juli. Op de y-as staat het aantal mosselen per vierkante meter. En op de x-as staat eigenlijk de lengte in millimeters van de soort. En dan zie je dat de verdeling eigenlijk in lengteklassen niet heel erg anders is, maar wel dat de hoeveelheid is sterkst afgenomen. Of dit komt, hè, gewoon een vervolg is van de neergaande trend sinds 2012, of predatie of een andere reden, dat kunnen we op dit moment niet zeggen. Dan door naar de waterplanten. Dit zijn twee plaatjes gemaakt met de sonar. Links is eigenlijk de situatie in mei en rechts in juli na het beheer. Dan zie je dat in mei eigenlijk er nog relatief weinig planten zijn. Je ziet relatief weinig groene vlekken op de kaart. Terwijl als je in juli kijkt, dan zie je dat zeker in het zuidoosten de plantenbedekking best wel is toegenomen, wat je ook verwacht in een normaal groeiseizoen. In het noorden is dat wat minder, omdat het wat meer geëxponeerd is, dus meer windwerking op zit. Het is ook ietsjes dieper. Maar wat je vervolgens ook kan zien, is dat eigenlijk de kleur groen nabij de Flevolandse kust intenser is. Hè? Dus het lijkt hier al op dat misschien het beheer meer naar het midden van het water effect op de bedekking heeft gehad. Wat ik heel mooi vind, is eigenlijk dit is een ander type sonarbeeld. Hier zie je links de vaargeul, hè, die is dus een stuk dieper. Dan zie je daarnaast het proefvlak waar beheer is geweest en de referentie. Nou ja, dan zie je eigenlijk nog duidelijker dat verschil in bedekking van je waterplant. En je kan op zo'n sonarbeeld dus bijna gewoon de individuele stengeltjes zien. Dit is de luchtfoto en op het rood omstippelde lijntje zie je eigenlijk ook strepen staan. Dat zijn de plekken waar die grote boten dus gevaren hebben. Dus ook hier zie je eigenlijk dat effect van dat beheer wel terug. En dan even in getallen. Dit is een beetje een complex plaatje, maar ik leid jullie erdoor. Op de y-as staat de gemiddelde bedekking in procenten van waterplanten. Dus van de totale watervegetatie. De eerste vier balken is de situatie in mei voordat het beheer plaatsvond. En de laatste vier balken in juli nadat het beheer plaats heeft gevonden. Dan is de een beetje groen-gele massieve balk, de referentie van het gebied waar met die grote boten is gevaren. Het massief paarse blok, de referentie van het gebied waar gemaaid is. Het gearceerde groene blok, de locatie waar dus intensief bevaren is met die grote boten. En het gearceerde paarse blok waar gemaaid is. Nou, je ziet dan dat in mei de bedekking nog tussen de 5 en de 15% een beetje ligt. Dus het plant best wel laag nog, wat je ook wel verwacht rond die tijd. En dat er verder nog wat minder verschil zit tussen de verschillende proefvlakken eigenlijk. Kijk je dan naar juli, dan zie je eigenlijk dat zowel bij het varen als bij het maaien de referentie, dus de massieve blokken, groter zijn. Dus op de plekken waar niet beheerd is, is de bedekking aan waterplanten hoger. In de beheerde plekken, dus de gearceerde vlakken, is het een stuk lager. Maar zie je nog steeds dat de bedekking zo tussen de 5 en de 20% is. Wat mogelijk nog wel tot overlast kan zorgen. Als je 20% van planten aan het oppervlak hebt, dat is toch lastig om met je bootje doorheen te komen. Dus daarom hebben we niet alleen naar de bedekking natuurlijk gekeken, maar ook naar de diepte van de waterplanten. Als we eerst naar het bovenste grafiek kijken, dat geeft eigenlijk de gemiddelde diepte van waterplanten onder het wateroppervlak weer. Nou, je ziet dat in mei de gemiddelde diepte van de planten zo 1,5 meter tot dikke 2 meter zijn. Dat is ook ongeveer de waterdiepte. Dus in mei zagen we gewoon dat de planten nog op de bodem lagen en net eigenlijk uit het lopen waren van de wortelstokken of net gekiemd waren. Na beheer zie je eigenlijk dat de planten nog steeds tussen 0,5 meter en 1 meter onder het wateroppervlak zaten, gemiddeld. En dit is eigenlijk gek, want de voorgaande jaren zagen we dat ze gemiddeld ook aan het oppervlak zaten. Dus het heeft ook mede te maken met dat gekke waterplantenjaar eigenlijk weer.
Hier zie je ook niet een heel duidelijk effect van beheer terug. Dit was ook de gemiddelde diepte. Als we naar het onderste plaatje kijken, is dat eigenlijk de diepte van de langste plant, laat ik het zo zeggen. Want daar verwacht je namelijk zeker wel bij het maaien ook effecten in. En dan zien we eigenlijk dat de langste plant in mei ook 1,5 meter tot 2 meter onder het water zat, dus ook nog bijna op de bodem. Je had eigenlijk geen lange planten. Terwijl in juli zie je dat in alle vakken eigenlijk planten aan het oppervlak zaten. Dus ze zaten 0 meter onder het oppervlak. Behalve in het gemaaide vak. Daar zaten ze 0,5 meter tot 1 meter eronder. Nou, dat is precies wat je verwacht, hè? Want daar zijn de planten afgeknipt. Dus ja, logisch dat ze dan niet aan het oppervlak zitten. Terwijl bij het intensief bewaren wordt een deel van de planten losgewoeld. Maar de planten die er nog staan, ja, die blijven gewoon even lang. Nou, heel snel nog even een samenvatting. We zien dus dat het een voedselrijk systeem is. We hebben onze vraagtekens bij de stabiliteit en zijn erg benieuwd naar de ontwikkeling van de komende jaren. In 2020 zagen we een vergelijkbaar effect op de vegetatie van het intensief varen en het maaien. Steeds een lagere bedekking, maar overlast is ook nog mogelijk. Het intensief bevaren leidde niet tot een dermate reductie in bedekking eigenlijk, dat daar sprake van is. Dus we zijn ook heel erg benieuwd of die lijnen die we op de luchtfoto zagen nog in 2021 zichtbaar zijn. Dit was het eerste jaar van het onderzoek. Dus we hopen dit nog te kunnen volgen komend jaar. Maar nog steeds, even terugkomend op het begin, is misschien een bronaanpak wel veel belangrijker dan zo'n aangepaste symptoomaanpak. Kan je niet de nutriëntconcentratie van bijvoorbeeld de EEM, het water wat er vooral in komt, verlagen? Ook zijn de randmeren heel erg uniform in morfologie. Ja, dit plaatje laat eigenlijk de waterdiepte zien. De blauwe lijn is de vaargeul, maar voor de rest is het heel erg uniform. Is het eigenlijk een platte bak die op een groot deel gewoon naar een steile dijk toe gaat. Misschien is daar nog wat diversiteit te vergroten. Dat zijn zaken waar we de komende jaren nog verder mee zullen gaan. En daar moet ik het voor nu gezien de tijd bij laten. Als jullie vragen hebben, dan hopelijk is er nog tijd voor. En anders zijn hier ook mijn contactgegevens, zodat je me altijd nog even een mailtje kan sturen. Dan geef ik het woord nu weer graag terug aan Bart. Nou, Michiel, fantastisch interessant verhaal. Met enorm veel ecologische aspecten. In de chat zijn een flink aantal vragen gesteld. En we hebben ook nog wel eventjes tijd om daarop in te gaan. Dus een aantal vragen, onder andere van Will Leurs en anderen. Die gingen over dat bruin worden van die fonteinkruiden. Een suggestie werd gedaan, zijn dat diatomeeën. En er werd ook de relatie gelegd met een tijdelijke temperatuur van het water. Kun je daar iets over zeggen, Michiel? Ja, het is zeker een biofilm. Of het diatomeeën zijn of andere type algen die erop groeien, daar hebben we niet in detail naar gekeken. Maar het is in ieder geval inderdaad een levende biofilm die erop zit. Ook vaker natuurlijk aan het einde van het seizoen ziet als de planten mogelijk gaan afsterven. Temperatuur van het water was niet heel erg schrikbarend, anders dan bijvoorbeeld extreem warme jaren die we de afgelopen jaren gehad hebben. In 2020 viel het op zich wel mee. Dus ja, wat exact de oorzaak is, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk toch een combinatie van zaken. Dus en iets slechtere waterkwaliteit. We vonden bijvoorbeeld nog vrij fosfaat in de waterlaag, wat in het groeiseizoen toch wel aangeeft dat het vrij voedselrijk is. Daarnaast die afname van de filtercapaciteit, waardoor het water mogelijk troebeler is geworden en er minder licht is voor de planten. Ik heb ook nog van iemand gehoord dat de zonintensiteit dit jaar wel extreem hoog was. Dus dat de echte hoeveelheid licht vrij hoog was. Maar er wordt op dit moment nog onderzoek naar gedaan, ook samen met de Universiteit van Amsterdam, dat dit Markermeer dus nog extremer was. Dus we zijn er nog naar aan het kijken. Interessant. Een andere vraag, onder andere van Joop de Wilde. Die had eigenlijk twee vragen. Enerzijds vroeg hij of er veel ingezaaid is in het Eemmeer. En de andere vraag van hem was over die brasems die grond zo opwervelen, of die actief weg worden gevangen. Ja, het zijn twee goede vragen. In de randmeren is in het verleden zijn kranswieren uitgezaaid. Dat zijn eigenlijk macroalgen. Ik weet niet of het fonteinkruid zelf ook is ingezaaid. Dat durf ik zo even niet te zeggen. Dat zou ik moeten opzoeken. En of dat in het Eemmeer ook gebeurd is. Maar ik weet dus inderdaad dat er in de randmeren wel waterplanten zijn uitgezet. Even kijken, wat was je tweede vraag ook weer? Ik ben hem even kwijt. Die brasems, het ophoelen van het sediment met de troebelheid van het water. Er is ook in de randmeren biomanipulatie geweest, zoals dat heet. Dus er is bodemwoelende vis weggevangen in het verleden. De visstand wordt nu vanuit Rijkswaterstaat gemonitord. En het zit er nog wel.
Maar aan de trends te zien, ja, zal dat in ieder geval ook niet de enige oorzaak zijn. Het kan natuurlijk wel bijdragen. Hè? Ook bijvoorbeeld vaart en ja, net wat meer wind vanuit de verkeerde hoek kan heel veel opwervelingen veroorzaken, omdat delen toen nog niet begroeid zijn. Maar dat, ja, nee, dus er is biomanipulatie geweest. Oké, okay, interessant. Nou, er werd nog een vraag gesteld door Jeff over het beheer van onze watergang in het algemeen gesproken. Van, zijn er nou nog wateren die eigenlijk niet beheerd worden? Want het waterschap hebben natuurlijk de opdracht om de waterdoorgang vrij te houden en er wordt veel beheer gedaan. Bestaan er ook gebieden waar dat niet het geval is? Ja, ik ken een aantal voorbeelden waar niet of in ieder geval nauwelijks wordt beheerd. Maar het zijn toch voornamelijk de beken waar nog echt stroming plaatsvindt. Want wat er gebeurt, je hebt natuurlijk successie in water. Hè? Dus uiteindelijk zal ondiep water ja, dicht groeien als het niet op de een of andere manier via natuurlijke manier gereset wordt. Hè, dus als je stromend water hebt, kan dat van nature eigenlijk gehandhaafd blijven. Dus in sommige beken zal dat zo zijn. Maar anders krijg je toch snel een opbouw van organisch materiaal op de bodem en uiteindelijk veenvorming. Wat ook niet erg is, hè? In natuurgebieden mag dat. We willen ook weer veenvorming hebben. Dus het gebeurt zeker, maar in ja, veel beheerde wateren, dus eigenlijk onze afvoer- en aanvoerwateren, wat minder. Ja, nou, interessant. Ik ken zelf de Kop van Overijssel goed met de wieden, waar ze ook dus ja, sloten bewust dicht laten groeien. Ja. En, om vervening weer een kans te geven. Dus erg interessant, ja. Ja. Ik denk dat we dit stuk van deze sessie eventjes gaan afsluiten. Michiel, super bedankt voor je bijdrage. Het was enorm interessant.